Dit is het evangelie van 1 november van Allerheiligen. De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij u Christus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, fijn dat u weer naar ons kijkt. We vieren vandaag Allerheiligen. En het is een heel toepasselijk evangelie wat we net gehoord hebben. Dat is namelijk de strekking, zou je kunnen zeggen, niet bang zijn voor tegenwind. Namelijk tegenwind, dat weten we allemaal uit onze jeugd, toen we nog windvogels vlogen. Hoe meer tegenwind, hoe beter dat ding de lucht ingaat. En dat geldt voor heiligen ook. Dus tegenwind hoort er als het ware bij. Wat ook heel mooi en leerzaam is uit dat evangelie, dat ondanks die tegenwind, dat je daar dus geen zorgen over hoeft te maken. Want alles wijst ernaar dat God niets vergeet, niets verloren laat gaan in een mensenleven. Dat geldt voor heiligen, dat geldt voor ons. Want wij zijn die heiligen in de toekomst. Denk eraan, heiligen zijn niet alleen de mensen die in de kerk heilig verklaard zijn, maar daar zou u ook best wel eens bij kunnen horen, want we maken allemaal genoeg mee in ons leven. En dan is dit een hele bemoedigend evangelie waarin Jezus zegt, je mag arm van geest zijn. Dat wil zeggen, bedweterigheid kom je niet ver mee. Je mag treuren, je mag zachtmoedig zijn. Je mag hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Kijk maar in de wereld om je heen. Hoeveel mensen hongeren en dorsten niet gewoon naar gerechtigheid? Je mag ook barmhartig zijn. Je mag je zuiver van hart zijn, kwetsbaar opstellen, vrede brengen. Het zijn niet de items waar je in deze wereld wakker van zou liggen. En toch zijn dat juist deze kleine dingen die hier in dat evangelie genoemd worden, die een mens juist tot volle rijkdom laten komen. Want overal staat erbij, want. En want, dat betekent dus dat God elk mensenleven omarmt. En als dat aangevallen door het een of het ander, dan vindt er altijd een keer een rechtvaardiging plaats. En in die liefde, daar leven wij in. En in die liefde kunnen wij dan ook zeggen, God, wat fijn dat jij er bent. Amen.